Deze opname gaat over de notarisverklaring van Lisa. Lisa werd in december 2018 bekend door de Argos-documentaire Het Verhaal van Lisa. Een meisje dat op jonge leeftijd seksueel werd misbruikt. En zij heeft een baby gebaard. En de baby is verdwenen. Dit is een fragment uit. De notarisverklaring. Ik ben als klokkenluider gearresteerd uh, in zaken dossier Koldenhoven. Maar alles wat ik heb gezegd ja, uh, komt onder andere uit de notarisverklaring van Lisa. En ik had een volmacht van Lisa om de namen op te noemen. En uh, hier staat bij de notaris: het betreft de schriftelijke verklaring, de dato 18 december 2014, van mevrouw Lisa. Over hetgeen zij heeft meegemaakt tijdens haar leven. Mevrouw Lisa heeft de verklaring deels voorgelezen en heeft uitdrukkelijk aangegeven dat ondanks de zware beschuldigingen die zij adresseert, haar verklaring op waarheid berust en dat zij de betrokkenen heeft kunnen herkennen. Een dergelijke verklaring heeft zij eveneens afgelegd bij de politie. Maar er is niets mee gebeurd. En vervolgens is Argos uh, het gaan publiceren. En uh, dit is dus opgemaakt op. 7 januari 2015, en uh, ja, omdat Lisa steeds kaarten bleef ontvangen van haar vader. Uh, heb ik uh, de vader verzocht om daarmee te stoppen. Want zijn kinderen, drie kinderen zeggen: van uh, wij zijn misbruikt door onze vader. En uh, hij heeft ze niet meer gezien sinds april 2013. En ik wilde gewoon dat, dat deze geestelijke foltering uh, stopte. Dus ik uh, had verzocht, stop met het sturen van nijntjekaarten naar je kinderen. Je kinderen willen niets meer met je te maken hebben. Nou ja, daar ben ik voor vervolgd. Daar ben ik al twee keer voor in detentie gezet. En volgende week, uh, 24 november, wil uh, rechter Prenger mij veroordelen. Maar er zitten valse aangiftes in van topambtenaren van justitie. Ja, ik laat het even aan jullie zien. Laat het op je inwerken. Want ik plaats dit in het algemeen belang voor de Nederlandse bevolking. Ik doe dit niet voor mijzelf. Ik vind dat er opgetreden hoort te worden tegen seksueel misbruik van volwassenen, maar ook van, juist van baby's en kinderen. En deze zaak dient opnieuw onderzocht te worden. Maar het kan niet gebeuren door het OM en beoordeeld worden door de rechtspraak, want zij zijn gebleken het is gebleken dat zij incompetent zijn en dat zij dit verhaal in de doofpot willen stoppen. Dit is een gedeelte van de notarisverklaring van Lisa. En ik had een volmacht van Lisa om dit te vertellen. En toen ik dat op straat vertelde, zei Lisa. Je bent nog heel mild geweest, Huig, want het was allemaal veel erger. Knoop het goed in je oren, zodat je het nooit vergeet. En ik wijs rechter Prenger en officier van justitie Masselink en Den Braber. En uh, rechter De Brouwer en Martens erop. Dat er op pagina 138 van het dossier Kooldenhoven. dit document is ingevoegd. De bijlage bij het verhoor van Marlies van Muiswinkel. En Lisa noemt daar een naam op door wie zij is verkracht. En ze heeft ze ook nog herkend. En de advocaten Noorduin en Idris van Stralen weten hier ook van. Er is meerdere keren aangifte gedaan. Dat mag toch niet in de doofpot gestopt worden?